zijn we dan. Europa Park. Dag 1. We zijn nog maar rond 4 uur aangekomen. En we hebben nog zo'n 2 uurtjes de tijd tot 6 uur. Dus dat is niet lang, maar ja. Eigenlijk... In speed tempo gaan wij veel dingen doen. Ja, in volle tijd. In 2 uur tijd. Maar ja. Het is nog maar dag 1. Europa Park. Het is mijn tweede keer en voor ons zus is het haar eerste keer. Oh, my. Oh. De eerste attractie dat we zeker moeten doen is die nieuwe attractie. Ja, maar is dat veel? Voluntarium. Kom, we gaan deze. Ja, zus? Ja. Oké. Wauw. Dat stond hier vorig jaar nog niet hoor, sinds dat ik hier was. Dat was nog niks. De nieuwe attractie Voluntarium. Dat is een soort theater. Wauw, prachtig. Super. Hey, wauw, cool. Ongelooflijk. Ja, zus. Hé, zus, boven jou. Is dat een soort drone of zoiets? Het lijkt op een drone. Oh, hallo, nog meer gasten. Nu toe, komt ze herein. Hallo, en welkom, please. Ah, cool. Stel voor, we zitten eigenlijk in zo'n model in de attractie. Dat denk ik niet. Ongeveer. Het is goed fris, hè? Heet heel goed fris. En buiten rond de 37 graden? Nee, de bus was 37 graden. Het is buiten 30 graden. Dat was het. Echt ongelooflijk. Ik zie een eigen videospel. Via Facebook. Is het? Van dit jaar in Europa Park. Dus, maar de hallride is niet te laat om te filmen, hè. Dus tot zo bij de uitgang. Oh my, dat was echt moeite waard. Ja, inderdaad, er was een filmpje van Wenen. En ons zus was dit jaar nog in Wenen geweest met ons ma. En dan kwamen we hier bij een souvenirwinkel.
Allemaal souvenirs van de nieuwe attractie. Wauw, zoiets moet je zien. Hey, wauw, zie dat hier. Zonnemok? Ja, dat is echt cool. Hey, wow. Oh my. Hey, moet je dat hier zien? Dat is ook gaaf, zeg. Dat heb ik nog nooit gezien, zo'n glas. Ongelooflijk. Ja. Oh my, we waren echt bewonderd van die nieuwe attractie, echt waar. Het was echt de moeite waard. Onze eerste attractie voor dit weekend. Ja, en nu gaan we er nog eentje in vandaag. Ja, we moeten een beetje doorlopen voordat het 6 uur is, want dan is het park gesloten. Wat gaan we doen? We gaan een stukje doorwandelen. Een stukje doorwandelen. Een stukje doorwandelen. Allee, we komen juist van de wc's, want het was nodig, want het was ja, een zalige attractie om door te zakken. Allee, dit is het eerste themagebied van het park, Duitsland, en het volgende wordt Italië. Het thema van Venetië. De volgende attractie dat we gaan doen, dat is de attractie dat we tegenkomen. Hè. Dat is een Italiaans spookhuis. Hé, zie je daar, zie? Voor mij eens, als ik ertussen ga. Hey, probeer ze eens te ontmoeten, zus. Plezant, ongelooflijk. Kijk daar, zus. Aanschouw, het tweede themagebied van het park. Aanschouw. Venetië. Het land van de pasta. En dan wordt onze tweede attractie van vandaag het spookhuis. Allee, entree, zus. Man hat ständig eine Wunderbahn-Kontakt. Is dat vies? Is dat iets vies? Nee, dat is plezant. Hey, schoonheid. Die grond beweegt gewoon. Ik voel het op mijn benen. Ben ik bang. Van een zalig horrorliedje. En draai maar. Mensen hebben mij uitgelacht. Waarom werden jullie zo monster gemaakt? Laat mij niet alleen. Wow. Oh, mijn god. Dat is iemand die.
Blackboard. En dat is al onze tweede attractie voor vandaag. Maar we hebben nog 3 kwartiers de tijd voordat onze dag begint te sluiten. Een dark ride, maar ja, dat is meer voor kinderen. Een Piccolo Mondo attractie. Meer voor kinderen. En het volgende thema is Frankrijk. En hier komen we dan bij de Eurotower. Dat aangeduid is voor 42 jaar bestaan van het park. En hier zijn we dan. Vive la France! Daar achter die bol bevindt... Nee, we mogen niet te ver gaan, of anders missen we onze bus, hè? Onze reisbus. De derde attractie van vandaag wordt Eurotower. Vive la France! Ja, het park heeft natuurlijk ook een eigen luchtballon. En er is gewoon niemand hè, die erin zit. Hè. Zo echt druk is het niet. Oh ja, het park gaat zo sluiten. Hè. Oh, zalig in airco. Oh ja. Zalig. Weet je, dit park heeft gewoon alles. Hè. Die heeft zijn eigen luchtballon en die heeft ook nog zijn eigen vliegtuig. En binnenkort, over 2 jaar, een eigen zwemparadijs. Hier vlak in de buurt. Krijgen ze het voor elkaar, puur zakelijk. Voilà. Ons zus gaat ons gaan fotograferen over dat hele gebied. En dat is het nieuwe themagebied, hè? Ierland. En daar verder, daar zijn ze ook met een baan bezig. Dan komt dat een zwemparadijs van het park. Ierland. Echt een kindergebied. En dan, hier vlakbij heb je Zwitserland. Daar in de verte heb je Griekenland. Daar heb je Rusland, in dat puntgebouw, daar heb je Luxemburg. Daar verder op dat blauw gebouw daar, is IJsland. En die supersplash is Portugal en daarnaast is Spanje. En ons is bewonderd zich al. Voor morgen. Nee, die splash was zojuist. Ja. Hey zus, onze bus is weg. Ja, maar die staat misschien wel gezakt. Ik hoop het. Ja, 6 uur is 6 uur, hè? Ja, hoor. Dat is niet 6 uur. Dat is niet meer mooi. Dat zijn ze ook aan het bouwen, hè? Dat moet je ook. Ik
ik ben nieuwsgierig wat ze daar gaan bouwen. Misschien wel een feestzaal voor de business, dat kan ook. Business. De business. En hier over het hele zwarte woud hier, zie. Overal het zwarte woud. Ja, ja, dat was ook een verhaal, hè. De tijd van de Romeinen. Want dat was al eens echt gebeurd. Ik heb er een verhaal van gehoord uit de tijd van de Romeinen. Want er was een hele groep Romeinen die waren door het Zwarte Woud betreden en die werden nooit gevonden. Allee, ik weet het sowieso al, want ik ken dat park al uit mijn duimpje, van vorig jaar al bestudeerd. En ik denk dat het volgende thema wordt... Zwitserland. Dat het hier vlakbij is, hè. Allee, van Duitsland, Italië en Frankrijk. En ik denk dat het morgen Zwitserland wordt. En dat was een zalig tochtje. Ja, hè. En ook zalig die echo's. It's midnight. Wat zei dat? Oké, dat was de Eurotower. Onze derde attractie voor vandaag. Ja, en de laatste, want we hebben geen tijd meer. Nee, maar nu gaan we het even rustig aan doen en de tijd in doorhouden. En we gaan genieten van de thema-omgeving. Dat er een artiest zijn gitaar speelt. See the last out the forest. I'm feeling wrapped around my soul. I, got a feeling that I belong. I, got a feeling I could be someone, be someone, be someone. Eten in het themagebied van Frankrijk, een goed salaatje. Want onze dag hier was heel kort, we hebben 3 attracties gedaan, maar het is geslaagd, echt waar. En morgen een hele volle dag, dan gaan we meerdere attracties doen en shows. Ik ben niet filmen als ik aan het Als je moet filmen, moet je ook genieten. En als je geniet, moet je een aandenking hebben. Zeker in een vlog. Ja. Dit is ons afsluitingspunt voor vandaag. Frankrijk. Frans. Een dag is eigenlijk wel een beetje kort voor onze eerste dag, maar morgen is weer een nieuwe dag. Die is fake. Ah, zus toch. Uw maat? Ik kan geen woord zeggen. En die zijn met een maat. En dan betreden we de hoofdsouvenirwinkel van het park. Zien wat ze allemaal hier hebben tegenover van vorig jaar. En zo komen we weer terug bij de souvenirs van de nieuwe attractie. Volontarium. Nee, het is gewoon fake hoor. Allee, stel voor dat het een geheime doorgang is, maar nee, toch niet.
En nu verlaten wij het park. Daar de nieuwe attractie. Voletarium. Zo ben jij maar morgen. Ja, ik het vervolg van ons dag 2 verder filmen in onze vlog. Hebben ze dat ook in Nederlands? Hoi. Met je Nederlands? Dus abonneer, hier de grote filmpje, je maakt 13 man. En als je zo'n heel goede document, je maakt ook een 13 man. Dus heel sowieso, tot morgen.